ons vader was altijd op reis. Ik en mijn broer zaten thuis, dat vonden wij niet wijs. Wij wilden ook naar de Afrik, naar Timbuktu en heel de zwik. Wij waren stoer, ik en mijn broer en ik. De school had lang genoeg geduurd, wij trokken zelf op avontuur door de woeste tenderstreek. Onze eerste missie, een gewaagde expeditie naar de bron van de Molenbeek. Mama, bokus, dik belegen en minstens voor een week of negen. Ze was niet laaiend enthousiast, ze was zelfs vierkant tegen. Ons moeder vond ons nog te jong, dus we smeerden ons boterhammen zelf. Oké, ik was nog maar negen, maar mijn broer was er al elf. Met ons zakmes een pad gekleed. We kwamen bij een grote baan. We zagen inwoningen staan. Ze leken niet echt agressief. Maar toen we vroegen waar we waren, bleek dat nog maar als polaren. En mijn broer had al zulke grote blaren. En ik was moe en ik had kou. En we waren nog lang niet in. Strand aan de Molenbeek, ik en mijn grote broer van elf. Oh,